Holy shit. Heaven? Freaking heaven. What the frick. Allemaal medium, kom op. Het is niet eens een large. Nor shiny. Please. Kijk het. Zo. Medium. Medium. Nou, dat is jammer. Yo mensen van GZX Gamers, welkom vandaag bij een speciale video. Vandaag gaan we het even hebben over de... Wat staat er nou? De Armor Pack Promotion. De Guardian's Armor Pack Promotion is namelijk tot 7 oktober voor de helft van de prijs. Dat is een voordeel. Dus ik heb hem. Dit is alles wat in deze pack zit. 4 zilveren keys. 15 Spark of Life. In Heavenly Guardian Armor en Infernal Guardian Armor. Die tempt te 5 voor 30 dagen. Heavenly Guardian Armor, Infernal Guardian Armor en rond de 6000, 7000 energy. Echt lekker veel dus. Sorry voor de helft op, want je weet hoe het is hè, als je zo hoog wil worden als mij. Nou, ik zal even nog een beetje meer laten zien van hoe het er echt uitziet. Hier hebben we de Heavenly Guardian Armor. De Heavenly Guardian Helmet. De Infernal Guardian Armor. En de Infernal Guardian Helmet. Als je zijn armor krijgt dus. Meer is er niet. Eigenlijk om echt te showen. Maar voor het vraagt, ik heb inderdaad een 5-sterrenspel. Hier komt zo meteen de clip. Ik wil jullie laten zien dat ik een champion ben geworden. Dus zie ik jullie de volgende keer weer. Daarna al. Dus zie ik jullie de volgende keer in de video van The Avenger en de Divine Adventure. Die ik dan ga maken. Ik zie jullie hopelijk de volgende keer dan weer in een epische video. De Divine Adventure en de Grand Faust. Later. Oké, we zijn eindelijk. Yay. Oké, kom op. We moeten naar de Alchemy Machine die hier staat. Vandaag gaan wij heel snel en heel kort eventjes dit doen. We gaan de Divine Adventure maken en de Grand Faust. Yay. Kom maar eens mee. Kijk. Kijk. Look. I am Alchemy Machine. Oké, we unequipten natuurlijk even de Faust. En de Avenger. Dan gaan we naar de Grand Faust. En hier komt hij. Vals asleep of worden. Is niet lief. Hij is gemaakt. We hebben een Grand Faust. Well, guess what? You still suck. En nu de Divine Adventure voor de noobs. En nu hebben we ook nog de Divine Adventure. Nu zijn we zeer noob. Laten we gaan checken hoe alles eruit ziet. With fire. Maar eerst komt natuurlijk weer de Alchemy Machine in weg. Dus we moeten even weg van de Alchemy Machine. En we gaan naar onze inventory. En equippen. De Divine Adventure. Dude, just fucking look at my needles. Eerst gaan we kijken hoe zijn status eruit zien. Zoals je ziet, heeft de Divine Adventure en de Gnam Faust beide evenveel normal power, attack power. De Divine Adventure heeft overduidelijk elemental power en de Gnam Faust niet. Overduidelijk heeft de Gnam Faust shadow power en de Divine Adventure niet. De speed van de Gnam Faust is veel meer superieurder dan die van de Divine Adventure. Nee, eigenlijk niet. Dat is een glitch. Wat? Dat is een glitch. Wat is een glitch? Wel, ze hebben eigenlijk dezelfde speed. Dat is dus een glitch. Nailed it! Oké, de Gnam Faust heeft een fair chance of casting strong curse. And a chance of receiving curse. This item is bound to me. /Sheikh hell. Oké, een upgraded Faust. Oh. Een upgraded Faust from Prism Quality Shadow Steel. Its charge attack are powerful enough to curse its wielder. But that hasn't stopped the Devil Eyes from treasuring these rare blades. Even more highly than their major vacation time. Hey, guess what he worked for? Me! Oké, an upgraded Avenger. Forged from the pure Sun Steel. There are a few here. Few foes remaining in this world that are worthy enough to be defeated by such a fine blade, and there are still few heroes worthy of wielding it. Yeah, you can wield it. Unequip it right now. Shit. Wee. Here's the Faust of my character and the Grand Faust. Inspect me. We gaan eventjes hem inspecten, want hij wil het zo graag. People want to see my needles. Wat moeten we zien? Ja, wel mijn needles. Oh ja, dit zijn zijn needles. Check wat een echt waardeloze special damage bonus. Oh mijn god, tegen slimes. Echt waardeloos. Zo, kom, we gaan samen heel snel eventjes naar Dirtfest Training Hall. Dan kunnen we even onze wapens testen. Dit is veel te episch voor woorden dat we zo lopen. Dude, I'm gonna be cute now. Look at me. I need to find my hat. Ah, oh, that's cuteness. Mew. Mew, I'ma kill you in your sleep. Are you seriously gonna say that in the chat? Yes. However, I'm in the Advanced Training Hall. And a loading stream! Alweer een laadscherm. Welkom bij een nieuwe aflevering van Laad. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Laadscherm. Vandaag over Remember to Block. Je kan natuurlijk altijd je schild gebruiken als je wilt blokken. Nobody cares! Dus klik op de rechter muisknop om te defenden. Je shield kan natuurlijk damage nemen en wanneer hij rood wordt gaat hij uiteindelijk breken. En het schild kan natuurlijk wel opnieuw regeneraten en daarna kun je hem gewoon weer gebruiken. Dus let goed op, want je shield bash kan je ook gebruiken, maar er gaat ook wat van je shield. De helft om precies te zijn. De helft, ja. En dan word je dus makkelijker. En je kan natuurlijk ook heel cool zijn met je schild. Dat was een aflevering van Laadscherm Laters. Oké. Nou, nu ben ik bij Laadscherm. Hier met Steun. Zoals je ziet is dit de Divine Adventure. Zoals je ziet. Goed kijken. Interesseert niemand. Hoe dit schattige ding aanvoelt. Hij is hier. We laden hem op. Oh god, dit is de war. Nu komt onze charge aanval. Ben je ready? Hier is hij. Hier is hij. Al drie zijn het er nu. Dat is bij de Grand Faust. Ik zal er waarschijnlijk ook wel drie zijn. Hier. Bam. Oh nee, het is een hele grote. En ik heb mezelf gecurst. I'm gonna nail it. I'm gonna nail it. Hopelijk vonden jullie dit leuk om deze korte, unieke episode te zien. Defeat the Sirius, man. Ik ga je verslaan met mijn cursaanval. Mini-boss. Ah, ik ben veel te low. Nee, dat was het weer voor deze keer. Ik zie jullie de volgende keer weer. Later. You will never defeat me. Misschien wel.